Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen op motie 36538, nummer 7 van het lid Ergin, over het verspreiden van racistische omvolkingstheorieën niet toestaan tijdens debatten. De motie van het lid Ergin over het verspreiden van racistische omvolkingstheorieën niet toestaan tijdens debatten raakt aan de strafrechtelijke immuniteit die wij als volksvertegenwoordigers in deze Kamer hebben. De reden daarvoor is dat je als volksvertegenwoordiger het debat volledig moet kunnen voeren. Daarnaast willen wij het instituut van Kamervoorzitter niet onderdeel maken van politieke discussies. Toch is BBB van mening dat de omvolkingstheorie zoals we die kennen uit Nazi-Duitsland compleet misplaatst is en niet in debatten thuis hoort. Wij gaan ervan uit dat wij de omvolkingstheorie zoals die beschreven is in de motie zo kunnen interpreteren zoals deze gebruikt is in Nazi-Duitsland. En dan zullen wij voor deze motie stemmen. Dank u wel. Dank u wel. Kamerstuk 36.528, nummer 6. Motie Ergin over brede diversiteit nastreven in het personeelsbeleid van de Tweede Kamer. Wie is voor? SP GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Denk, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, CDA. Aangenomen 7. Ergin over het verspreiden van racistische omvolkingstheorieën niet voorstaan tijdens debatten. Wie is voor? SP GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Denk, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, BBB, Ja 21, PVV. Aangenomen 8. Gewijzigde motie van Nispe over de dagvergoeding bij buitenlandse werkbezoeken voor Tweede Kamerleden.